Op de Sporting Genk campus stond een soldaat in vollornaat zijn collega's cyclisten op te wachten. Het eerste cyclisten in de Eerste en de Tweede Wereldoorlog natuurlijk uitgerust met fietsen. En na de oorlog is natuurlijk alles gemoderniseerd. En het INC heeft in de jaren 70 al een eerste panzervoertuig gekregen. Dat was toen de Fulltrak, nadien de AMX en dan nog de andere nieuwere panzervoertuigen. Dat gebeurde allemaal in Duitsland in de BSD, waar ze dus in 1952 opnieuw opgericht zijn in Ossendorf en een paar jaar nadien verhuisd zijn naar Spich, waar ook de ideeën gekomen zijn, onder andere van Jan van der Kerkhof, die toen reserveofficier was bij het eerste cyclisten en van Genk afkomstig. Op het ogenblik dat de eerste cyclisten naar een Peterstad zocht, is Jan in de bres gesprongen en heeft hier met burgemeester Beynens gecontacteerd. En dan is de gemeente nog in de tijd, Genk, het peterschap aanvaard van het eerste cyclist. Voorzitter Jan van der Kerkhof mocht de genodigden welkom heten. Burgemeester van de stad Genk. En wij begroeten vandaag voor het eerst 11 families cyclisten die hier vandaag de weg naar de Peterstad gevonden hebben. Ik weet, u bent al de afgelopen jaren heel wat gaan bezoeken in onze stad. Ik herinner mij nog dat u in Sleddero bent geweest met de moskee. Ik herinner mij dat u in het mijngebouw van Waterschei bent geweest. Ik herinner mij dat u op Seamine bent geweest. Dus u kent Genk, Kattenvenne, de Cosmodroom. U hebt eigenlijk al heel wat bezocht. Zeker de mensen die ieder jaar aanwezig zijn in september. Zoals ook bijvoorbeeld op het vliegveldje in Zwartberg, waar we elkaar ook nog eens hebben mogen ontmoeten. Vandaag zijn wij te gast in wat wij noemen het Sport in Genk Park. En dat is een nieuwe naam. Dat is een naam omdat we ook wel ambitieus zijn met de site waar u vandaag bent. Op deze campus hebben al heel wat WK's, Belgische kampioenschappen, plaatsgevonden. Als het gaat over zwemmen, schoonspringen, als het gaat over clubs die hier volleyballen, basketballen en dergelijke meer. Dus hier is toch wel heel wat bedrijvigheid op de site. En we hebben eigenlijk gezegd, laat ons dit hele park uitbouwen als de kern voor sport. Gecombineerd ook met lokale sportinitiatieven, lokale plaatsen waar er gesport wordt. Want wij geloven niet dat je alles op één plaats moet doen. Je moet dat natuurlijk ook verspreiden. Vandaag de dag hebben we hier aan de andere kant van het zwembad een heel mooi sportbos liggen. Waar het ideaal is. Wij waren een van de eerste die daar een Finse piste in hadden die verlicht was. Dus vandaag de dag is die verlicht. Je kan daar s'avonds in lopen. En dat wordt ook door zeer veel Genkenaren gebruikt om te sporten. Ik wens u een heel prettig bezoek aan onze sportinfrastructuur. U gaat die eens nu leren kennen vanuit een ander standpunt. We hebben topgidsen, ik zie ze daar staan. Ze gaan dat uitstekend doen en ze gaan u ook wat wegwijs maken in de wondere wereld van deze gebouwen. Een hele fijne namiddag en tot de volgende keer. De aanwezigen werden in kleinere groepen ingedeeld en bezochten met een gids de gebouwen van de Sport in Genk campus.
En dan nog iedereen klaar voor de groepsfoto.